jullie weer kijken. Ja, ik sta met hem even lekker vrolijk werk. Maar hij focust niet goed. Daar baal ik van. Hier ben ik. Focus op mij. Goed zo. Nou, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan weer verder met deze mooie wc verder oppimpen. Mijn mannetje heeft al een gaatje gemaakt. En even kijken hoor. Daar een gaatje gemaakt, zei zo. Ja. En daar komt dat touwtje aan door te hangen, want we hebben hier een fotolijst. Dat is deze. Daar houden we even nog als verrassing wat erop staat. Vele mensen zullen het misschien wel weten. Die komt dadelijk daar te hangen. Ja. En even deze dicht doen. Deze wil ik misschien hier zo hangen. Ja, maar zie je maar mijn grafische kijkbeeld via de camera, dat werkt niet helemaal. Wil ik zoiets hangen, zodat je wat kleine spulletjes nog in kan zetten. Vind ik leuk. En er komt nog eentje hier zo te hangen. Voor decoratiespulletjes. Dus dat leek me wel leuk. Althans, dat vond ik. Dus ik ga straks deze nog even schilderen nog. Maar eerst is hij daar nog mee bezig, want hij moet daar natuurlijk gaan werken. En als de meneer van de wc-making bezig is geweest, dan ga ik de vloer leggen en dan is ze alles klaar. De deurposten, deze aan de binnenkant, doe ik niet schilderen. Daar ga ik nog even over twijfelen wat ik ermee ga doen. Dat is nog even een twijfelgevalletje. Wat is het? Ik heb hem al dichtgeknipt, maar ik moet hem ook nog aandraaien. Je kan beter hem maar open houden. Ja. Dan kan je hem altijd nog eruit halen als het nodig is. Ja. Ja. Goed, dus dat staat nog op de planning. Dus het schilderwerk, het ophangen daarvan. Ophangen van de plankjes en dan nog aandecoreren de vloer. Ja. Het enige wat nog nieuw gekocht moet worden is deze. Want ik zag een keer in een TikTok filmpje, denk ik. Als ik het goed heb. Dat Action ook mat zwarte wc-rolhouders had. Dus daar ga ik eens voor kijken. De deur ga ik niet schilderen, want die ziet er op zich nog goed uit. Ik moet hem alleen een keer even goed schoonmaken. En anders keer nog eens die grijze, grauwige trappengat. Dat is sinds dat we erin wonen, is nog steeds hetzelfde. We wonen hier al bijna 10 jaar, het is nog steeds hetzelfde. De voorkant moeten we nog wel een keer even fatsoenlijk schilderen, want er zit nog de eerste laag nog maar op. Want ik vind dat bruin niks. Dat is zo'n rare zwart-bruinige kleur. Dus ja. Hier moet ook allemaal nog geschilderd worden. Staat allemaal nog op de planning. We moeten dit nog eens een keer fixen. Want het is allemaal nog van de vorige bewoners allemaal slecht afgewerkt. Niet mooi. Maar goed. Nou. Laten we gaan beginnen met het wc verder opknappen. Ik ben al een beetje rood. Vanmorgen een beetje verslapen. Ja. Dus vind je het leuk? Doe vast een duimpje omhoog. Abonneer vast op mijn YouTube kanaal. En dan kom ik zo bij jullie terug. Want we moeten even nog wat dingetjes doen. En dan gaan we weer verder, dus blijf even hangen. Maar voor jullie is het toch maar dit, dus tot zo. Nou komt het mooiste. De kroonluchter! Yay! Kijk eens hoe fancy, jongens. Maar ik ga er niet te lang dit filmen. Maar dat is wat mijn mannetje PNV. Dus we hangen even de kroonluchter filming even stil. Tot het eindresultaat. Dus moeten jullie heel op wachten. Tada! Daar hangt hij dan! Ja, dat ding hangt een beetje scheef. Maar daar moeten we nog iets aan fixen. Dat komt nog wel. Dat heb ze tijd. En tada! Kijk nou! En Napoleon hangt. Ja. Kijk, ik zal even uitdoen. Zie je hem dan beter? Nee. Ja, kijk zo. Dan hangt namelijk op Napoleon. Op de wc. Komt nog een plankje bij. En dan gaan we decoreren. Leuk! Oh ja, en dan moeten we schoonmaken. De man is ook alweer geweest. Kijk, het is gelijk al een stuk natter weer. Dus het schijnt nu gefixt te zijn nu bij de wc. Top! Dus we gaan dit even schoonmaken. En doen. En dan gaan we de zeil erin leggen. Maar dan doe ik eerst nog even met de föhn een beetje opfeunen. Zodat het op kan drogen. En dan ga ik al deze voegjes nog even met witte latex nog even langs. Dan ziet het er ook weer schoon en fris uit. Even met een bekertje latex, met witte latex. En dan gaan we dat eens even opwimpen. Ja, ik ben helemaal blij. Goed, nou, onze hotelplay is bijna klaar. Dus we gaan even verder. Tot zo.
aantikken. Klein tikkie. Klein tikkie. Brugjes erin. Ze zijn zo goed verdekt. Oh, daar. Tada. En die moet een klein beetje achter worden. Ze zijn al zo verdekt opgesteld, hè? Ja, die ziet je nog niet eens. Kijk. En dan kunnen we die bakje ophangen. En dan kunnen we gaan aandecoreren. Als we klaar zijn met schoonmaken en de vloer. Dat is ook nog een kleine taak. Perfect vloer leggen. Mm-hmm. En dan ben jij weg, hè? Dan ben jij blij. Je mag het vrouwtje doen. Jij mag het leukste werk doen, hè? Bakje ophangen, schilderijtje ophangen, lichtje ophangen. Ja. Jij doet alles bovengrond, ik mag de grond doen. Ja. Help. Oeh, zo, help. Mijn vinger zat vast. Die moet je ook niet meenemen naar je werk. Die moet voor het werk verrichten. Ja. Die moet je niet meenemen in je werk. Even kijken. Ach, hij heeft een krukje nodig hoor, hij voelt zich graag klein. Een man is 82. Want hij als kont hangen, zie je dat? Hij wil hem als kont hangen. Maar de broek vindt het niet echt zo leuk als je het zo ziet. Je moet een klein beetje bakken, denk ik. Anders pas je er niet in. Zullen we maar even vragen? Nou, even gebakken lijstzamen. Daar komt dus uiteindelijk iets van een gouden spiegeltje nog te hangen. Niet dat je erin kan kijken, maar geef wat diepte. En dat plankje hangt nu op. Dan kunnen we daar zo net eens geurstokjeshouder zetten. Nog wat parfumdingetjes. Leuk voor op de wc. Er komt daar nog iets leuks bovenop. Moet nog eens. Ik moet nog een ander bakje vinden. Bij de Action die zwarte wc-rol gaan we fixen. En ja, dat kraantje moet weer terug erop. Daar komt ook nog een fixing. Maar het is voor mij nog schilderen. En de vloer. Hij fixt nog heel even de vloer. Dat al de restjes even van God of gesneden zijn en dan kan ik gaan beginnen. Ja, ik heb net niet meer nagels, dat kan niet, hè. Goed, we gaan weer verder. Tot zo. Zo, ik heb hier zo de ritueelspulletjes en die wil ik daar neer gaan zetten. Dus ik hoop dat ik het allemaal goed voor jullie in beeld kan zetten, zo allemaal. Ik heb hier zo natuurlijk dat parfummetje. Je ziet het niet, je ziet een blokje. Ik heb hier die van de geurkaarsjes. Die zet ik dan hier neer. En ik heb dan stokjes. Ah, dan valt het weer wat op de grond. En die zet ik heel even hier zo achter neer. Zo. Dat komt later pas. Want ik krijg nog visite waarschijnlijk. En die kan niet helemaal tegen die luchtjes. Dus die hou ik nog even dicht. En dan hebben we natuurlijk die andere spray. Wat ook wel leuker is, moet ik nu iets meer recht zetten. Een handcremmetje, ook wel leuk. En dan hebben we hier zo nog zo'n kamerspray. Kijk zo. Tadaa! Ja, het is nog niet helemaal hoe ik het hebben wil staan. Focus, goed zo. Nog niet helemaal hoe ik het hebben wil staan. Ik moet nog even schuiven en meten wat ik precies wil. Maar dat was ongeveer mijn ideetje, dat je een handcremmetje hebt staan en zo. En daar wil ik toch een keer iets anders nog hebben staan, dat de zeep aan de muur kan bevestigen worden van, ja, dit zeepdingetje, dat schiet ook niet op. En dan liepen de flessen ook altijd op. Dus dit is zover. Nou, de vloer hebben we rondom ook even schoongemaakt. Maar ik denk dat deze toch dit eerst laat drogen voordat ik de zeil erop doe. Want ik heb het idee dat het niet echt goed gemaakt is, want het is namelijk hier namelijk nog nat. Ik weet het niet. Maar ik laat het eerst even allemaal drogen voordat ik de zeil erop leg. En als het niet goed is, kunnen ze terugkomen.
Ik ga het misschien wel alvast op maat maken. Dat ik een beetje afmeet, weet je wel. Dat ik niet in één keer zo'n heel groot lap zeil erin leg. Maar dat ik het maar een klein beetje hoef bij te werken. Dus dat is heel wat afgemeten en gedoe. Dus dat kan ik er wel vast mee beginnen. En dat ik een stuk inkepingtje maak, weet je wel. Dat ik het wat makkelijker kan bevestigen. Maar ja, voor nu is het eigenlijk alleen dit even schilderen. En dan even een doekje over de tegels halen. En dan ga ik hier even alles witten. Dus daar ben ik ook nog wel even mee bezig. Dus ik neem jullie zo weer mee. Ik vind dit zo leuk, hè. Kijk dan. Wat leuk. En die gouden luchter. En het behang. En Napoleon. En het kastje. Top! Hotelplay. Ha! Nou, voor jullie is het misschien niet te zien. Maar deze buis is opnieuw geschilderd. Die is weer mooi in de kleur. En hier zo heb ik dat ook gedaan. Die buis is ook weer netjes. Nou, hier begint het alvast wel te drogen. Dus die focussen wel tenminste. Alleen hier aan de voorkant blijft die nat. Dus ik ben bang dat ik morgen weer opnieuw moet bellen. Ik wacht nog even aan totdat het wat verder gedroogd is. Maar eerder kan ik nog niet de vloertje erin leggen. Dus dat komt later nog. Maar ik, ja, dat... weet ik niet. Dus ik kijk dat nog even aan. Hetzelfde gaat droogt het nog helemaal mooi op. Maar hetzelfde blijft het nat. En dat betekent dat die ring wat eronder zit, dat rubberen gebeuren, ook kapot en verteerd en verrummeld is. Dus dan moeten ze daar weer opnieuw voor komen. Ja, er zit niks anders op. Goed, nou, dat moet dan nog een keer gefixt worden. Maar dat komt wat later. Dat ga ik nou niet meer doen. Dat wordt misschien volgend jaar het plannetje. Dus ik ga dadelijk alle voegjes nog even schilderen. Kijk, van die voegjes... dat is, hebben ze al een keer gewit. Maar dat grijs komt er nu sowieso doorheen. En ik vind het nou geen smoel meer. Dus dat, ja, dat wil ik dus even nog gaan pimpen. Kijk hier, zo zie je dat ook heel goed. Als je wil focussen. Nee. Dus ja, dat moet ik nog even doen. Oh, ik ben er zo blij mee. Oh. Goed, nou. Ik ga de latex in orde brengen. En dan ga ik eens dus even een paar uurtjes zitten latexen. Mannetjes aan zijn werk. Daarna ga ik dit op... in de orde maken en dan ga ik een kipsoepje maken voor de kids. Nou, focus nou eens een keer. Goed zo. Hij wil niet focussen, zie je dat? Hij wil het wc niet laten zien. En wat vind je nou van Napoleon? Hang je lekker? Ja, je kan altijd naar de play, hè? Je hoeft maar eruit te doen. Je kan zo wekken zo. Ja, goed. Ik ga verder. Laters. Zo, en dan ga ik even een time-outje tussendoor gooien. Dan zou je denken van, hey, waar ben je, waarom ben je niet, ga je niet verder, waarom laat je niks meer zien? Nou, er komt morgen deel 3 aan. Ik ben begonnen met al die voegjes aan het schilderen geweest. En aangezien, daar ben ik toch wel stiekem maar langer mee bezig geweest dan ik dacht. Dus ja, daar ben ik nog morgen sowieso nog even mee zoet. En ik moet natuurlijk het zeiltje leggen, dus dat komt sowieso er ook nog in voor. Ik denk wel dat het goed gaat komen, denk ik, met de wc, maar... We gaan het even zien wat de nacht doet. De rest droogt allemaal wel lekker op. Alleen ja, dat helaas niet. Maar goed, ik heb vanmiddag de kleine opgehaald. En samen met die andere kleine. Maar die voelde dragen niet zo helemaal denderend. Een beetje last van de tandjes. Want ja, die gaan ook allemaal weer groeien. Hè. Dat komt natuurlijk richting het wisselen van de tandjes. En die had er nog wel erg last van. Dus ik heb er een beetje meer aandacht daaraan besteed dan aan de wc zelf. En daarna heb ik heerlijke kippensoepje in elkaar gedraaid. Dus lekker kippensoepje gegeten. Dus dan hoef je niet zo te knauwen. Dus dat vond ze lekker. Dus ja, die hebben heerlijk gesmikkeld. Daarna zijn we even lekker gaan wezen douchen. Dus zoals je ziet, ik ben nog rood van de douche. Ik ben helemaal knalrood van de douche. Daarom dacht ik, zet geen extra licht op. Want dan accentueer je het nog meer. Maar goed, ik ben lekker warm van het douchen. En ja, morgen gaan we dan maar weer verder. Het is dan wel heel kort dat ik verder kan, maar dat geeft niet. We gaan gewoon lekker verder tutten en dan komt het allemaal wel goed. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ik ben er heel erg te spreken over. Het lijkt net een hotel wc. Dus ik ben helemaal blij. Dus morgen komt de laatste deel. Ja, wees niet getreurd, er komt nog meer aan. We gaan van het weekend gaan we dit halletje aanpakken. De intree gaan we even oppakken, want er moet nog wel steeds een zeiltje op de grond nadat we overstroming hier in huis hebben. Ik gewoon weer geen zin gehad om überhaupt daar nog wat aan te doen. Ik denk, ja, ik wil verhuizen, ik wil weg en bla bla bla. Maar we hadden intussen tijd wel allemaal weer... Oh, focus. Hij wil niet focussen, zie je dat? Dus
Focus nou, kom. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, ja, dat moet gewoon opgeknapt worden en mooi gemaakt worden. Zodat het met feestdagen ook netjes is. Dus we gaan het gewoon hier zo beneden allemaal even lekker opfrissen. En nou ja, mocht ik daarna een huisje tegenkomen en gaan verhuizen. Nou ja, niet getreurd. Ik ga gewoon verhuizen. Dit was sowieso allemaal op de spanning. Dit was allemaal al een keer gekocht om het allemaal op te knappen. Maar ja, dan ging iedere keer maar op een lange baan, lange baan. Plus met mijn dip en mijn verwerkingsproces was het nog niet helemaal zoals het moest. Kan gebeuren. Maar goed, dat is zover is de wc klaar. Ik moet alleen de vloer en nog even afschilderen nog. En dan moet ik al de... wat ik op de tegeltjes ben geweest, heb ik wel afgedaan. Maar toch zie je een witte waas. Dan moet ik even volgens met een vochtig doekje even langs. En dan is het allemaal weer netjes. Dus ik ga morgen gewoon een paar uur nog gewoon even door. En dan is dat ook weer netjes. Dan zijn alle voegjes weer wit. Want je ziet al, als het opgedroogd is, best wel het verschil. Dus ja, ik ga, zet dat gewoon even door. En we kijken ook aan of dat toevallig... als de wc nog door blijft lekken, dan moet toch de woningbouw nog een keer opnieuw komen. En dan moet dat van de beton in de wc-pot daarbovenop. Daartussen zit zo'n soort ja, ook zo'n pakkingsring. Nou, die moet dan ook maar vernieuwd worden, want ik denk dat die dan ook wel eens een ende tijdje heb gehad. Oh, wat lijk ik toch roze en paars, joh. Ben ik helemaal niet, joh. Maar nou, blijkbaar wel. Ja, kijk hoe rood. Nou goed. Ja, ik heb ook mijn haren gefeut. Dus dan misschien dat dan mijn huidje een beetje extra warmer is. Ja, tot zover heb ik niet veel meer anders te vertellen. Oh, hij wil niet focussen op mij. Hè? Zie je dat nou? Hij wil gewoon echt niet focussen op mij. Focus. Ja, focus. Dus ja, misschien steek ik wel af op mijn groen. Rood en groen. Zelfs mijn kerstboom. Oh nee, ja, die is groen de boom. Goed, nou ja, dat gezegd te hebben, ik ga lekker afsluiten. Ik ga dit even editen. En dan zit het morgen weer online. Ik hoop dat jullie de vorige video ook leuk vonden. Doe dan zeer zeker dan ook een duimpje omhoog. Daar komt nog een deel 3 aan. En dan stappen we over naar de gang. En dan zeg je, ja, maar je wou toch allemaal dingetjes nog ophangen. En waarom ga je niet naar de action? Nou, dat doe ik volgende week pas. Focus op mij. Doe ik volgende week pas. En ja, de rest zien we nog wel wat er allemaal nog komt en geldt en bezeld. Dus wees niet getrut. Er komen echt wel nog normale video's aan. Maar ja, ASMR-video's vind ik eenmaal leuk om te doen. Dus die komen er ook gewoon tussendoor. Alleen, ja, je moet me even de tijd geven. Want soms gaat het met gezin toch iets anders. En ik doe het voor de hobby. En ik doe het voor mijn plezier. En komt er allemaal aan. Het heeft zijn tijd nodig. Het zijn ook drukke dagen, feestdagen die eraan komen. Dus daar ben je ook mee bezig, dat allemaal regelen. Dit is door en ik wil dit opknappen voor, ja, voor de gezelligheid en de knusheid, toch? Ja, goed. Nou, ik ga genoeg altijd te babbelen, maar dat zitten jullie ook niet altijd op te wachten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Sorry dat het niet één keer af is, maar... trouwens, waarom moet ik sorry zeggen? Het is mijn huis, mijn regeltjes, mijn dingen. Oh, wat ben ik te groot, dat is niet normaal, joh. Goed, nou ja, genoeg gezicht te hebben. Ik ga lekker ophangen en ik zie jullie morgen weer. Dus bedankt voor het kijken en abonneer op mijn YouTube kanaal, dan mis je niks. Dus doedels!